Ja, ik ben nog steeds onder de indruk van de kleur. Jullie hebben hem vast wel gezien op ons social media kanaal. De Mercedes-Benz G63 AMG. Maar wat is dit nou voor 63 AMG? Want die kleur heb ik nog niet gezien. Dat zie ik u echt denken. Crazy Color Edition. Als u dit had aangevinkt als, nou ja, potentiële koper van een G63 AMG. Heeft u 5 keuzes in het kiezen van de kleur. Dit is Solar Beam. Dus geel. Solar Beam Yellow Metallic. Van kleur. En die kleur die gaat helemaal door het interieur ook heen. Kom mee. Als we wat dichterbij kijken, zien we ook nog eens de 22 inch lichtmetalen AMG wielen. Enorm groot. AMG remklauwen, zilver gespoten. Dat is ook een optie. Die wielen alleen al kosten €4400 origineel. Als we dan weer naar de auto in zijn geheel kijken. Dit exemplaar heeft €263.000 ongeveer nieuw gekost. Waardoor komt dat? Nou, het is een volledig Designo voertuig. Van binnen volledig Designo en van buiten is hij speciaal door die Crazy Color Edition. En die Crazy Color Edition brengt een meerprijs ook van zich mee van €15.000. Nou goed, en dan heb je zo'n speciale G-klasse. Ik denk de mooiste die te koop is in Nederland. Twee kleuren gespoten. Dus dit is Solar Beam Yellow Metallic. En dit is gewoon een normale zwarte lak. Om dus het NIPE-pakket, het exclusieve AMG NIPE-pakket, terug te laten komen, ja, in de hele auto zelf. Een prachtig exemplaar. Origineel Duits geleverd. En het mooie detail is, er staat nog niet eens op kenteken. Hij kan nog voor het gele kenteken gaan, dus een normale 5-zit voertuig. Maar ook als een 2-zitter, dus op grijs kenteken. Over de prijs vertel ik zo wat meer. Ik laat u eens even de binnenkant zien. Kom verder. Wat valt op? Nou, een mooie, het geruite Designo leder. En wat ik zei, die Solar Beam Yellow kleur, die komt ook weer terug in de hele stiksels. Ik ga aan de andere kant even plaatsnemen. De auto is helemaal geel gestikt. Prachtige AMG comfortstoelen, ook hier weer. Die gele stiksel en het ruitjesleder. Aan de zijkant het normale leder. Prachtig, comfortstoelen. Geventileerd en stoelventilatie en stoelverwarming zijn ook hier in te stellen qua stijfheid of losheid van de stoel. Dus echte comfortstoelen. Nou, wat zien we dan in het interieur? Nou, dat Designo voertuig brengt dus ook wel heel wat in het interieur mee. Carbon interieurdelen, alles is van carbon. Middenconsole, hier het grijpbare als er echt over rood gaat. We hebben het zelfs in de deur. Dan wil ik het graag even aan die kant laten zien. Daar zit ook het carbon weer in de deur. Bij het verstellen van de stoel. Elektrisch verstelbare comfortstoelen dus met memory functie. Armageddon zien we daar beneden. In de deur. Is ook wel heel erg gaaf. Voor de rest Alcantara hemelbekleding. Ook een hele dure optie. Ja, en dit is gewoon uniek. Dus zoek het alstublieft voor mij op. In Nederland absoluut niet te koop. En heel erg compleet en gaaf uitgevoerd. Daarnaast heeft hij gewoon de normale veiligheidssystemen. Dus hier ook achter het stuur zit dan de Distronic. Dus auditieve cruise control. Elektrisch verstelbaar stuurwiel. Volledig lederen dashboard. En ook nog wel leuk is het panoramisch schuifkanteldak. Is dus niet, zeg ik verkeerd, het is gewoon een schuifkanteldak. Hij is niet panoramisch. We kunnen er niet doorheen kijken. Maar we kunnen hem wel zo openen. En dan hebben we gewoon de mooie lucht. En dan hebben we de mooie kleur van de zon. En die is geel. Net als dit mooie exemplaar. En dat maakt hem gewoon echt uniek. En ik kan er dagen over blijven praten. Ik laat straks even het geluid horen in onze story, in ons verhaal. Dat ga ik nu niet doen, want ik ben nu lekker aan het praten. Ik wil eigenlijk nog even achterin zitten. Kom even naar Jesper toe. Want achterin zit het misschien niet zo comfortabel. Maar dan moet je hem ook echt niet verkopen. Dus dit zit niet echt lekker. Maar ook toch wel weer stoelverwarming. Maar voor het lekkere zitten moeten we hem echt niet kopen. Echt gewoon niet doen. Kopen voor het speciaal zijn van de auto. Dit is natuurlijk in 2015 kwam de facelift van de G-klasse. En daarna kwam in 2018 naar mijn hoofd het nieuwe model. En toen kwam eigenlijk een heel nieuw onderstel. Alles was nieuw vanaf 2018. Dit is nog gewoon puur de oude G die toen al
35 jaar in productie was. Het rijdt niet goed, dat is niet erg, want hij heeft uitstraling als een, echt als een beest, en het is ook een beest. 571 pk, 5 liter V8, vandaar ook de V8 biturbo. Het loopt, het gaat, het stout, het stuwt, het is agressief, het is gewoon echt een heerlijke auto. Ik zou hem graag willen hebben. Ik kom terug op de prijs, 139.850 op geel kenteken, dan op grijs kenteken, 94.850, dat is exclusief de BTW en de BPM. Dus wellicht voor de ondernemer interessant om lekker mee te gaan rijden. Heeft u meer vragen over de auto? Bel of WhatsApp ons gerust. We reageren razendsnel en helpen u graag in het vinden van uw nieuwe droomauto. Ik wil u bedanken en ik zie u volgende week. Hoi!